Ik ben gewoon een negatief persoon, dat ten eerste. Of ik heb veel negatieve gedachten. Ik ben een beetje pessimistisch. Het eerste woord van het eerste nummer dat ik ooit schreef was suicide. Dus dat was lekker toongezet. Welkom bij een nieuwe aflevering van Doke Duikt In van Club Next. Elke week heb ik een gast die het op zijn eigen creatieve manier doet. En deze week is het Stippenlift. Mannen zijn meestal irritant, agressief en bij de hand. De wereld is van hen. Jammer dat ik ook zo ben. Je maakte Deprewave, tenminste zo zag ik dat de stijl is van je muziek. En toen dacht ik, en je zingt heel veel over mentale gezondheid en depressies ook. En toen dacht ik, in het nieuws is nu ook heel erg dat jonge mensen ook allemaal eenzamer zijn. En iedereen zit er natuurlijk helemaal doorheen. Is dit dan een topjaar voor jou qua inspiratie en alles? Topjaar? Nee, ik denk voor zeg maar, de hele industrie van de geestelijke gezondheidszorg is misschien een topjaar. De farmaceutische industrie ook een topjaar. Heerlijk. Heerlijk. Ja, het is een beetje met inachtneming van hoe slecht mensen het hebben, vind ik het best wel een leuk jaar, het afgelopen jaar. En hoe komt dat? Je mist niks. Ik wil heel graag altijd heel graag uitgaan en zo, maar als het niet kan, ja, dan houdt het wel een beetje op. En dan, nou ja, is het ook wel oké. Ja, en hoe is sowieso dit jaar voor jou? Ik merk dat mensen er zelf een beeld bij vormen hoe dat moet zijn. En dat is allemaal veel erger dan hoe het is. Je kan niet optreden, dat soort dingen. Maar net als dat ik nu hier zit, er zijn heel veel mensen begonnen met dingen opnemen. Iedere man heeft inmiddels een podcast, dat... vooral de man. Ja, klopt. Twee mannen het liefst. Ja, het liefst met twee elkaar mannen. Veel praten en af en toe iemand zo mee mag knikken. Ja. Mm-hmm. Ja. Dus daar is ook veel te doen. En er is gewoon veel muziek op te nemen, er is van alles te doen eigenlijk. Dus ik merk vooral dat mensen allemaal energie hebben om nieuwe dingen op te starten. En dat heel veel mensen juist in een soort creatieve modus stappen. Tenminste in mijn omgeving. Wat me opviel als ik jouw muziek luister, het zijn allemaal hele... Eigenlijk, het klinkt altijd heel vrolijk. Je hebt altijd gelijk zin om vaak te gaan dansen. Als ik je videoclips ook altijd heel kleurig en heel vrolijk. Je socials zijn dat ook. Ja. Als je dan je teksten gaat luisteren, is het opeens totaal tegenovergesteld. Is dat een bewuste keuze om dat expres zo een tegenpol te doen? Ja, in principe wel. Maar dat is ook gewoon wie ik ben. Dus een bewuste keuze, nee, dat is ook gewoon... ik zit hier ook niet te janken nu op dit moment. Maar we kunnen het wel over depressie hebben, zeg maar. Dus dat heb ik gewoon allebei in me. En ik vind het juist elkaar versterken, omdat... ik luisterde vroeger heel veel naar hele zwaarmoedige muziek. En nog steeds wel. Maar ik kwam erachter dat eigenlijk Lady Gaga er net zo veel of net zo diep in duikt als zeg maar gemiddelde black metal. Dan denk ik, waarom zou ik eigenlijk mezelf dat aandoen om helemaal de muziek ook nog zo helemaal dat je denkt, oh ja, nu moet ik me echt heel slecht voelen. Terwijl je denkt, ik denk dan, het is meer reflectie op gevoelens of gedachten. En dat hoeft op dat moment hoeft dat niet negatief te zijn. Dus waarom moet de muziek dan dat allemaal zo je mee naar beneden trekken? Ja. En weet je nog de allereerste keer dat je dan zo slecht voelde? Ja, tenminste. Ik heb een goede tijd therapie gehad. En ik heb hier altijd over nagedacht wanneer dit is ontstaan. Mensen hebben geprobeerd uit te pluizen. Maar die is er niet. Dus herinneringen worden heel erg vertekend sowieso. Dus bijvoorbeeld jeugdherinneringen al helemaal. Dus ik weet niet of jij kan indenken hoe je je voelde toen je 6 jaar oud was, zeg maar. Of je toen vrolijk was. Of misschien, weet je wel, dan denk je aan een foto en denk je, oh, ik zie er best wel vrolijk dat uit. Ziet er goed, maar misschien van binnen dacht je van, oh mijn god, wat doe ik hier? Wie zijn deze mensen? Maar ik werd me er bewuster van, zeg maar, toen ik een jaar of 12 was. Toen ik in de gezellige puberteit terechtkwam. Toen dacht ik, oh ja, ik vind het eigenlijk allemaal... Veel dingen vind ik best wel matig en ik voel me daar best wel slecht over en ik snap niet helemaal wat ik hier doe en hoe dat werkt en wat er van mij wordt verwacht en wat ik van mezelf verwacht. En dat was voor het eerst dat ik dacht van, dat je heel bewust wordt van ik ben in leven, dit is gewoon een soort van traject waar ik in zit en hoe moet ik dat nou inrichten en waarom gaat het zoals het gaat en waarom voel ik me daar eigenlijk heel slecht over. Kom je uit een gezin waar dat allemaal makkelijk bespreekbaar was? Op zich wel, ja. Alles, het leven heeft me altijd toegelachen. Oh, maar, echt? het is toch...
lastig om je innerlijke wereld te vertalen naar zeg maar, de wereld van anderen. Ook al is er misschien wel herkenning. Ik maak al sinds mijn 12e schrijf ik nummers. En volgens mij het eerste woord van het eerste nummer dat ik ooit schreef was Suicide. Dus dat was lekker aan de toon gezet. Dus ja, blijkbaar zat het toen al heel erg in mijn gedachten. En dan wel, het is heel erg een onderdeel van hoe je je voelt of je gedachtenproces of je leefwereld. Dat is eigenlijk, dus uit mezelf ga ik daar gewoon over zingen. Of dingen over maken of doen. Maar het is ook dat ik denk, ja, er is zoveel muziek dat echt helemaal nergens over gaat of allemaal over hetzelfde. Ik dacht, en daarom vind ik het ook leuk om in het Nederlands te zingen, omdat je dan gewoon echt letterlijk de gedachten die in je hoofd omgaan, gewoon kan zingen, hoe heftig die ook soms zijn. En dan is het er gewoon en dan krijg ik heel veel reacties van mensen die zeggen, oh, ik denk dat ook. En ik wist niet dat andere mensen dat ook zo ervaren. Dus. Is een manier om het op te schrijven in muziek ook een manier om ermee om te kunnen gaan? Ja, want meestal is het toch wel is er enige afstand zeg maar, tot het gevoel. Ja, soms zit ik wel heel erg in het gevoel iets te schrijven, maar het is ook soms dat ik denk, oh ja, ik weet nog heel goed dat ik me zo voelde 10 jaar geleden of zo. En dan denk ik, nou, ga ik daar weer iets over schrijven. Maar ik merk ook aan mezelf dat als ik gewoon, maar vaak maak ik eerst muziek en dan schrijf ik er een tekst bij. En dan, ja, als ik gewoon dat gedachteloos doe, dan komt er toch wel een soort van, zelfde soort van tekst uit. Dus ja, I don't know, het is gewoon, het stroomt er gewoon uit. Te druk om er iets van te maken. Te druk om echt heel goed te slapen. Te moe om helder na te denken. In de pasvorm van dit leven. Dacht je toen nog al ergens, oh, maar dit moet ik even uitzoeken en dan komt het goed? Ja, ik heb denk ik wel 10 jaar dat gedacht. Ik ken mensen die dat al 25 jaar zo aanpakken, dat je denkt, nou ja, ik los het wel op. Ik bedoel, het zit allemaal in mijn eigen hoofd, dus ik ga het gewoon even ordenen en dan ja, komt het wel. Maar het duurde wel, dus ja, 10 jaar waarin dit allemaal natuurlijk lekker escaleert in je hoofd, want het wordt één kleine gedachte, die voed je de hele tijd een beetje en het wordt steeds groter. En zo, dat vindt natuurlijk op verschillende vlakken plaats, tenminste bij mij. Mm-hmm. Want dit kan een trigger voor je zijn dat je slecht voelt. Dit loopt niet helemaal in je leven en dat gaat dan allemaal in elkaar vermengd. En, dat wat kan wat waren vrij de dingen waar jij dan last mee had? Nou, ik ben er dus later achter gekomen wat dingen veroorzaken, zeg maar. Maar nee, ik wilde dus eerst zelf, dacht ik, ga het zelf oplossen. Maar nou, het duurde best wel lang voordat ik achter kwam dat dat toch niet lukte. Moet je toch even je soort van trots inslikken en naar de huisarts. Wat ik heel veel mensen tegenwoordig aanraad, want het is eigenlijk niet zo moeilijk en niet zo raar. Maar wat ik aan mezelf merk, ja, ik ben gewoon een negatief persoon, dat ten eerste. Of ik heb veel negatieve gedachten, ik ben een beetje pessimistisch. Ik heb niet echt een kijk op het leven dat ik denk, oh, wat is het allemaal mooi en wat is het leuk en zijn de mensen toch lief voor elkaar en wat gaat het toch goed met de wereld? Mm-hmm. Dat heb ik sowieso niet. Dus dat is een beetje de basis. De basis, dus zeg ja, maar het broodje van de, ja, van het broodje. De hamburger. Ja. Dan heb je daar een laagje sla op van dat ik bijvoorbeeld sociale interacties en zo, dat moest ik heel erg leren. Uit mezelf vind ik het allemaal doodeng, dus heb ik dat in therapie allemaal trucjes voor geleerd en dingen uitgeprobeerd en dat uitgeplozen. En zo zijn er allemaal soort van lagen op elkaar. En nou ook dat je zoekende bent, vooral als je misschien in een leeftijd, tienerjaar zeg maar, ben je heel erg op zoek naar wie wil ik worden, wat wil ik zijn. Dat kan eindeloos doorgaan trouwens. Maar dan voelt het soort van alsof het echt het meest urgente, en dat is dan ook, dat is ook zo, het meest urgente ding in je leven is. Nou, ik kom uit een dorp, daar herkende ik mezelf zeg maar niet op straat. Ik dacht, wie zijn deze mensen? Ik werd nageroepen omdat ik er raar uitzag, zeg maar. En dan denk je, weet je wat, op een gegeven moment, ja, dat gaat zo allemaal op elkaar. Dan heb je gewoon, op een gegeven moment heb je gewoon een hamburger gebouwd aan van ellende. Ja, van ellende, ja. En kon je met die hamburger van ellende, kon je dat kwijt bij iemand? Ja, ik heb het wel her en der met een paar vrienden wel eens besproken. Ik heb wel eens bij mijn ouders erover begonnen. Maar voor als je zelf er geen grip op krijgt. Ja, ik heb
onlangs een nummer geschreven en dan omschrijf ik het als een soort tornado in je hoofd, zeg maar. Je staat in het midden, maar er bewegen allemaal dingen om je heen. Maar als je niet weet wat er beweegt en wat het doet bewegen, zeg maar, dan blijft het ongrijpbaar. En daardoor had ik ook altijd een soort van, gewoon een soort echt een depressieve hoofdpijn, zeg maar. Gewoon van, ja, je wordt gewoon wakker en je denkt, oh, ik ben er weer en wat moet ik nou weer? Nou, kapot. Gewoon de verbindingen die je legt tussen dingen, die was er niet. En dat heb ik gewoon leren uitpluizen. Yeah. En ook leren herkennen wat dat dan beïnvloedt. Dus als er iets gebeurt in mijn leven, dan kan ik eerder denken, oh, oké, ik zie dat dit gebeurt. Ik voel dat ik daarop reageer. Dus ik ga dat of afstand houden, of ik ga daar even over nadenken, of ik ga daarover in gesprek. Maar dat zijn allemaal dingen, tenminste, misschien sommige mensen kunnen dit allemaal zelf, maar... Mm. Maar wel dingen die ik echt moest leren. Van binnen woedend, van buiten lachend, mee op de golven van de maatschappij. Dat is de façade, dat is het masker dat ik draag. Heb je er ooit voor geschaamd, voor al deze gevoelens? Niet voor geschaamd, denk ik, maar het is wel, er is behoorlijk stigma op. Ook al doen mensen of zeggen mensen, het is misschien ook zo dat er veel meer over wordt gepraat en natuurlijk, er zijn heel veel, op Netflix kun je vast van alles erover vinden. Mm-hmm. Maar echt de dagelijkse realiteit dat je iemand ontmoet of dat je in een werkomgeving zit of wat dan ook. En dat je dan zou zeggen, ik kom vandaag niet, want ik voel me gewoon mentaal niet goed. Dan gaan mensen je toch vragen stellen en dan denk je toch, oh, dit is voor mij een beetje nieuw. En ik denk dat mensen... Zeker bij mij, omdat ik er over zing en heel open over ben, eigenlijk ook weinig over vragen. Maar als je er zelf veel meer mee worstelt, ja, ik worstel er ook wel veel mee trouwens, maar... Heb je er nog steeds dat je er veel mee worstelt? Ja, dat blijft denk ik gewoon. Maar ik heb mezelf wel beter leren kennen en beter mijn eigen gedachtenpatronen leren herkennen. Maar ik denk toch, ja, het is niet iets waar je zomaar, waar iedereen over begint. Ik ontmoet wel eens mensen die gewoon heel open zijn. Maar ik merk dat mensen daar best wel een beetje zo op reageren. Schrikken ervan. Ja. Okay. Ja. Paniek. Ja. Heb jij soms zelf ook paniek dat je denkt, oh, ik kom er gewoon nu niet meer uit? Ja, bij vlagen wel eens, ja. En wat doe je dan? Uiteindelijk gaat dat gevoel weer weg. Ik heb ook begrepen dat... s'nachts dat deel van je hersenen, zeg maar, actiever is. Of tenminste, het deel van je hersenen dat het relativeert minder actief is. Ja, I know, dus het is meestal iets dat dan s'avonds laat, s'nachts gebeurt. En dan, meestal 's ochtends is het wel weer oké-ish. Maar goed, dat gaat af en aan. En ik heb er niet zo'n angst meer voor het gevoel, zeg maar. Dus dan denk ik, nou, ik zit het wel uit. En wat is het gevoel dat die angst is weggegaan? Dat ik er invloed op kan uitoefenen, hoe ik me voel. Dus dat het niet mij overneemt, maar dat het gewoon iets is dat even heel heftig aanwezig is. Maar het bepaalt niet wie ik ben, het bepaalt niet wat mijn leven is. Dus ook weer, ik bedoel, bij andere mensen kan het totaal anders zijn. Op een gegeven moment kan het te veel zijn. Maar ik heb dat al lang niet meer meegemaakt, ja. Dus ik heb een soort... zelfvertrouwen in mijn eigen omgang daarmee. Hoe heb je dat gedaan? Want dat lijkt me best wel een lastige stap. Of dat lijkt me moeilijk, omdat als je het eenmaal hebt, is het volgens mij heel fijn, maar hoe kom je daar? Nou, naar de huisarts gaan, zeggen hoe je je voelt. Hopen dat je door een goed iemand wordt geholpen en anders aangeven dat je door iemand anders wilt worden geholpen. En er tijd voor nemen. Ik heb heel veel contact met... mensen op Instagram die dus aanhaken op mijn muziek en die vaak met dezelfde gevoelens zitten. En sommige mensen zijn er heel ver mee en andere mensen die zijn er helemaal in verloren. En die sturen mij veel berichten en dan is dat ook meestal mijn advies. Ja, ga er iets mee doen. En ik hoor ook van heel veel mensen die die stap dan ook zetten. En soms ook zeggen van, nou, je hebt me echt wel daarin een duwtje gegeven en daar ben ik heel blij mee. En mensen die zeggen, ja, ik sta nu al 3/4 jaar op een wachtlijst en wanneer komt het nou eens? Maar goed, die mensen zijn wel... Ja. Daarmee bezig, zeg maar. En hoe is het als mensen zo vaak dan jou een bericht sturen daarover? Ja, het is fantastisch. Dat is het leukste dat uit dit alles is gekomen. Ja? Ja. En waarom is dat het leukste? Omdat ik me
altijd heel alleen heb gevoeld in mijn gevoel. En ik nu merk dat er echt heel veel mensen zijn die op mij lijken op heel veel vlakken. En ik zie dan ook de profielen van die mensen. Denk ik, het zijn heel veel hele creatieve mensen die op een hele grappige manieren met dingen omgaan. En dezelfde soort van fascinaties lijken te hebben. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Wat is je gender? Wat voor mens wil je vandaag zijn? Wil je man of vrouw of liever toch neutraal zijn? Ik kan niet kiezen, dus wat zegt dat over mij? Wat is je gender? Wat is je gender? Ik heb ook een nummer geschreven, Wat is je gender? En ik was benieuwd hoe jij je daarmee identificeert. Komt dat ook allemaal? Heb jij die gedachten ook allemaal? Ja, zeker. Ja? Ja? En hoe identificeer jij je dan? Daar ben ik niet over uit, maar... Het is iets dat mij heel erg bezighoudt en dat vind ik heel erg leuk om ook te zien bij andere mensen. Dus dat zij daar heel erg uitgesproken over zijn, zeker ook jongeren. Maar het is een soort intern proces waar ik al heel lang mee bezig ben. Ja. En ik heb daar geen... Ik identificeer me niet als iets, als een hokje of zo, maar in ieder geval niet helemaal... Een binair. Ik kan niet kiezen, dus wat zegt dat over mij? Wat is je gender? Wat is je gender? Ik heb een paar keer een soort datingshow gedaan op mijn Instagram. onder mijn volgers. En toen ben ik heel erg achterkomen wie dat nou eigenlijk zijn. Omdat ze zichzelf moesten omschrijven. En het is gewoon een soort grote groep non-binaire, biseksuele kunstacademie mensen. En daar ben ik super blij mee. En wat doe je daar dan mee? Ik ging ze aan elkaar koppelen. Oh! Ja. Dus je zei, ik heb hier iemand, ziet er zo uit, doet dit. Nee, niet ziet er zo uit. Oh. Huh? Op basis van omschrijvingen, ja. Oh! Maar dus nu, er zijn mensen die hebben verkering. Echt? Vanaf mijn Instagram. Ja, 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 ja. Ik stel gewoon heel vaak vragen aan mijn Instagram van dat mensen gewoon hun gedachten delen. En toen één dag waren er opeens 4, 5 mensen achter elkaar die zeiden ik voel me zo eenzaam. Dat was ook in coronatijd. En toen had de zesde zei, hey, ik zie dat er allemaal eenzame mensen zijn. Waarom probeer je ze niet aan elkaar te koppelen? Dus had ik gewoon gezegd, oké, maak hier een tekstprofieltje aan en dan kunnen mensen jou een bericht sturen. En zo heb ik dat gedaan en hebben iets van 100 mensen of zo op gereageerd. Dus, dat is toch heel veel? Ja, en daar weer dus iets van 400, 500 likes daarop. Dus er zijn er allemaal dates geweest en dan kreeg ik allemaal van mensen, ik ga vanavond op date en dan kreeg ik van de andere... kant van de date kreeg ik. Ik ga vanavond op date en dan kreeg ik van die review en van die review. Ja. En dan moest je dan zeggen. Er is iemand blijven slapen zo en dit allemaal. Ja. En mensen dus verliefd zijn geworden en verkering hebben. Ja. Heel erg fijn dat je er was. Ja. Heel erg fijn. Wil je nou alle muziek luisteren van Stippenlift? Ga dan naar onze socials toe en daar vind je al het werk. Wil je nou meer zien van Dook Duikt In? Klik dan hier. Wil je meer zien van Club Next? Klik hier. En wil je abonneren? Klik dan hier.